Een Infernape. Een Solgaleo. Ja. En dan nog twee. Hallo kijkers van Shine Sprites. Welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon. Even denken hoor. Randomizer Avatar Lock met Sander van Gaming is B. Yep. De vorige aflevering was voor Sander niet echt heel erg voordelig. Er zijn een aantal Pokémon's doodgegaan, maar hij heeft een nieuw teampje getraind. Dus laat maar eens zien. Ja, ik heb inderdaad een nieuw teampje getraind. Het intro moment was ook in het teken van de vorige aflevering. Een mooi eerbetoon aan alle Pokémon die zijn gestorven. Dus we hebben Steam Boy. Die is eigenlijk gewoon niks veranderd. Nog steeds level 27. Het kan zijn dat hij level 28 was. Voordat die game vastliep. Maar goed, dat is even niet anders. Dan hebben we Superster. Van level 30 ook niks veranderd. Dan hebben we Sproetje. Dat is een Weeping Bell. Met Fine Whip, Acid, Knockoff en Poison Powder. Dan hebben we ook een Blastoise, Boompad, ook van level 27 met Water Gun, Flash Cannon, Bite en Tackle. En we hebben Harry, de Exploud, met Fire Fang, Crunch, Storm en Boost Burst. En last but not least hebben we ons geldwens, oftewel een Barboach, met Magnitude, Mudbomb, Water Pulse en Amnesia. Oké, ik heb nog wel één vraagje. Heb je nou uiteindelijk die Nidorina niet gevangen? Nee, ik zou eigenlijk een Nidorina hier vangen. Alleen ik kwam hem steeds niet tegen. Toen kwam ik een Barboach tegen en die had ook de ground typing. Dus toen had ik zoiets van, weet je wat, fuck Nidorina. Ik heb al poison types. Ik heb ook al water types, maar ja. Prima. Dan ga ik ook verder hier in de Aether Foundation. Ik wil niet al te ver voorlopen. Dus als ik hier voorbij ben en weer bij een grasplekje ben, dan ga ik daar wel een beetje proberen te shiny hunten. Dat je weer een beetje kan bijhalen, zeg maar. Ja, ik denk wel dat ik bijna bij Olivia ben. Als ik dat zo zie. Oké. Dus dat is... Nou, dan loop je helemaal niet zo heel ver achter. Ja. Nou, ik hoop dat je nieuwe team een beetje... Ja, het is voldoet. Niet mijn oude team. Dat laten we dat voorop stellen. Ja. Ik heb nu heel veel dubbele typings. Oef. Met de cap. Poison heb ik volgens mij minimaal 2 keer. Alleen rock en bug heb ik 1 keer. En flying. Ja. Maar normal heb ik 2 keer. Water heb ik 2 keer. Ja. Welke poison heb je dan? Ik heb een Bellsprout sowieso. Oh ja? Ik had nog poison toch? Oh nee, valt wel mee. Ja. Voor mijn gevoel is het veel meer, maar... Ja. Jump. Oké. Ik moet nu tegen die Nihilego go in Aether Foundation en die wordt natuurlijk gerandomized en, die krijgt dan zo'n super boost, dus ik hoop niet dat ik helemaal gerekt word zo. Want volgens mij kan je die Nihilego go niet echt verslaan, zeg maar. Ja. Dus ik heb nu die battle met Olivia en daarna ga ik al direct naar de Aether Foundation. Dan moet je moet je even op de kaart kijken waar je naartoe moet lopen. En dan in het hotel moet je dan praten met Faba en dan word je hierheen getransport. Ja. Dat stukje dat we terugspeelden, dat hebben we gezien, toch? Ja. Hebben we dat nou in de aflevering gedaan? Of... Ja, oké. Nee. Anders had ik nog een pijnlijke feit... moeten vertellen, holy damn, 5 times. Maar dan had ik het pijnlijke feit moeten vertellen dat Armaldo gewoon in 1 keer had kunnen hitten, maar als ze dat gezien hebben, is dat... Ik moet trouwens die Pokémon is gerandomized naar een Lunatone. Oh, dat valt wel mee. Dat is wel te doen. Denk ik. Ik weet niet welke ik ga Pokémon. Ik ga daar nog niet te veel over zeggen, in ieder geval. Welke Pokémon heb jij eigenlijk? Ik heb een Krokorok. Een Archon. Een Infernape. Een Solgaleo.
Ja. En dan nog twee. Maar ik weet even niet uit mijn hoofd welke dat is. Welke dat zijn. Oh, een Figurot. Oeh, power. En nog eentje. Dat valt wel mee met vuur. Jij was toch fire? Nee. Jij was rock. Earth. Ja. Earth, ja, dat bedoel ik. Oh, het gaat nu allemaal weer fout. Ik ben asleep. En geleecheed. Dat betekent switchen. Ja, misschien naar Spoetje. Die heeft natuurlijk acid. Nee, ik vecht tegen een Jumpluff. Oh, maar daar hoef je als goed niet al te bang voor te zijn. Nou, zo net deed ik Bullet Sheet 5 keer. En toen was ik wel gewoon op 30 HP over. Terwijl ik vol health was. Dus op zich. Maar welke Pokémon gebruik je? Staravia. Gebruikte. Ik gebruik nu. Dus. Miep in bel. Sproet, meneer. Oh, trouwens. Ik moet even kijken of ik. Als ik nou een Grass Stone heb. Moet ik hem misschien evalueren. Dan moeten we even kijken. Dat zou nice zijn als je een Leafstone zou hebben. Ja, aan de andere kant is het niet zo dat Stone Evolutions hebben heel vaak hele slechte moveset. Dat is alleen in de oude games zo. Oh, oké. Okay. Want zoals bijvoorbeeld, ik merk nu ook in mijn Shuffle Lock, Arcanine leert geen moves. Dus nee, ik kreeg klopt. Op een gegeven moment Arcanine, ik dacht yes, nice. Ja. Toen was het zo van, ja, maar Arcanine leert helemaal geen moves. Dus toen moest ik de 4 moves waarmee die begon. Rip. Ja, dat was wel. Had even wel een klein beetje pijn. Maar goed. Ja, eigenlijk moet je gewoon. Als je de oude game speelt, heb je zo'n trash moveset, echt. Yep. Ja. Daar moet je gewoon echt rekening mee houden. Dat als je een goede Pokémon krijgt, dat je denkt van ja, maar. Heeft hij goede aanvallen? Hij heeft waarschijnlijk geen goede aanvallen, inderdaad. Zo jammer. Oké, ik ben onderweg naar het derde eiland. En ik zal op het derde eiland wel eventjes gaan shiny hunten. Totdat jij in de buurt bent. Echt, een Swallow in mijn game is echt fucked. Die heeft Electric Surge. Lol. Dus als hij... Oh, nee, hij heeft een C-move. Ook. Dat wist ik niet. Wacht, tegen Olivia? Ja. Oh, bij mij heeft ze helemaal geen C-move gedaan. Maar dat komt omdat ik waarschijnlijk of One-Hit KO'd of zo, zoiets. Ja, bij mij is hij eerst. Oh, rip. Oké, ik leef op 19 HP. Ik doe een rock aanval. Oh, had ik nou maar gewoon... Met Lantern was hij sowieso dood. Door de Electric Surge. Yep. Maar goed, hij heeft nu zijn C-move gebruikt. Ik heb een aantal Moonmilks. Dus in principe, ik overleef dit wel tegen die Swallow. Tuurlijk. Vertrouwen. Double team. Nee, double team. Oké, I mean, 1 dubbelteampje. Kom op. Ja, oké, hij hit gewoon. Gelukkig. Gelukkig. Je kan het, Sander. Ik zal zo eens gaan kijken welke Pokémon ik ga SOS. Oké, please heb geen laatste moeilijke Pokémon. Oh, Mawile is mijn zesde Pokémon. Ah, oh, dat is wel vet. We gaan hier even kijken welke... items gerandomized zijn. Oh, het zijn aanvallen. Overheat, Dynamic Punch, Rock Blast, Toxic Threat en Freeze Dry. Dat zijn fucking goede aanvallen. Oh, je bedoelt de... In de markt. Ja. Yeah. Overheat is wel... Daar gaat alleen je special attack omlaag. Ja, dat is wel een risk play. Maar op zich wel een redelijke aanval. Hier heb ik Freeze Dry gehalen. Ik weet eigenlijk niet of iemand die kan leren, maar Freeze Dry is wel een goede aanval. Ja, ik heb Olivia verslagen. Heet ze Rodrigo met haar achternaam?
Lol, ik heb zeker het zwoord als... als TM. En Incinerate. Ik heb gewoon fucking goede TM, zie ik nu. Oeh, er kan iemand freeze draaien. Ja, Olivia, ik weet het. Ik heb je toch verslagen. Je hoeft niet... Oh, gaat ze het nice doen. Weet je wat ze zegt? Good for you. Oh. Wauw. Nee? Ja, ik snap. Dat is van het liedje. Ja, dat is van het liedje. En die is ook... Die heet toch ook Olivia of zo? Dat vrouw heet ook Olivia. Ja, die dat zingt, dus... Dat was de grap, zeg hij maar. Hij was wel leuk gevonden. Nou, Nebby, kom op. Ga in de bek gewoon. En hou je kop. Ja, nee, hou je bek. Zo makkelijk grap voor het grijpen. En dan pak je hem niet. Oh, die Tora cat is wel cute. Maar ik ga later echt een kat litten noemen. En als ik dat niet doe, dan ga ik mezelf haten. Doe het, Sander. Ik geloof in je. Ja. Ik ben verlost. Oké, Charizard, waar moeten we naartoe? Oh. Heb ik nog adrenaline orbs? Dat is de vraag. Hanno Grand Resort, nog nooit geweest. Waarschijnlijk kom ik dan allemaal nieuwe trainers tegen eerst nog. Nee. Je moet gewoon in de resort tegen Faba praten. Oh. Oké. Okay. Nee, niet Pokémon. Nee. Oh, misschien moet ik wel even healen. Ah, dat is wat slim, Sander. Dat is hartstikke slim. Je bent een slimme jongen vandaag. Vandaag wel. Deze aflevering ben je een slimme jongen. Oh, je moet meteen tegen Hou. Had het even verteld, jongens. Je zou toch niet doorspelen? Nee, grapje. Nee, ja, ik kan nog niet naar een grasplekje toe. Ja, nee, snap. Ik zit ook een beetje te prank. Ken je dat? Ja, dat ken ik, ja. Ah, ja. Zo'n Snapking prank. Nou, alsjeblieft niet. Nou. Als er één iemand toxic is, dan is hij het wel. En niet op de goede manier. Zoals de Pokémon move. Wat oprecht een goede move is. Ja, op zich. Dus. Oh ja, dat was ik even vergeten. Dat die Mega Charizard van How Truant heeft. Oh ja. Oh, had ik nu ook op nee kunnen drukken? Had ik dan dat hele Eevee Foundation ding over kunnen slaan? Nee, als goed kan je dat niet overslaan. Waarschijnlijk zegt hij dan ook, oh, come back when you're ready. Ja, waarschijnlijk. In Fire Red kun je dat wel. Als je die One Island en zo, dat kun je letterlijk gewoon overslaan. Volgens mij. Weet je dat zeker? Volgens mij moet je dat wel doen om verder te gaan. Volgens mij kun je dat overslaan. Maar als je op nee doet, dan kun je volgens mij gewoon verder. Oké. DK. Donkey Kong. Eater Paradise. Ja, oké, ga er nou maar gewoon naartoe in plaats van een uur dat plaatje showen. Hey, ik ben die Cryogon al van Hou nu aan het verslaan. Ja. Ik zag net een Hypno. En toen moest ik denken aan daar? Die kaart die jij had gekregen. Ja. Met die rare Hypno. Ik zit er zo aan te twijfelen, want er is nu een set die is goedkoper dan de nieuwe sets. Die ik nog nooit heb geopend om die te gaan halen. Welke? Zit ik nu aan te twijfelen. Ik weet even niet hoe die heet. Volgens mij iets met Crimson. Nu ga ik het ook opzoeken. Sun and Moon set. Ja, het is een Sun and Moon set, ja. Ja, Crimson iets Invasion. Is wel van Sun and Moon. Dat is wel iets. Crimson Invasion. Ja, dat is allemaal met Ultra Beasts en zo. Oh. Oké. Ik moet gewoon even uitzoeken wat er allemaal in zit. Dit is het moment dat we de tutorial goed gebruiken kunnen. We kunnen zeggen of nice to meet you of Alola. Ja. Dus hebben we toch iets gehad aan die tutorial. Ja. Wie had dat gedacht?
Nou, ik niet eigenlijk. Wow, er is ook nog Vivid Voltage. Dat is wel een Sword and Shield set. Oh ja, die is vet. Maar dat is wel degene, dat is diegene voor de Rapid en Single Strike, toch? Ja, klopt. Net eentje ervoor, ja. Even kijken, want die is nog voor een redelijke prijs. Ah, ik zit nog te. Ze moeten gewoon even snel die in november komt uitbrengen op de site. Dat ik alvast kan pre-orderen, want anders ben ik straks te laat, weet je wel. Ja. Dus ik zit nog op te twijfelen of ik misschien Vivid Voltage ga halen. Ik wilde in ieder geval niet eentje halen die ik al gedaan heb, zeg maar. Vivid Voltage heb je niet gedaan? Nee, ik heb alleen Battle Styles, Chilling Rain en Evolving Skies gedaan. Ja, precies de drie nieuwe toen ik een beetje uitgestapt was. Ja. Ik heb juist tot en met Vivid Voltage heb ik, online dan. Maar heb ik TCG online gespeeld en toen was het zo van, ja, weet je... Infernape was bijna dood. Oh, wat? Dat is nonstop poggers. Nope. Maar waar moet nog. Ik naartoe? Moet ik tegen Hou praten? Tegen deze man? Sudowoodo. Woed? Wat? Moet ik? Oké, ik ga gewoon naar de entrance. Ik ga gewoon wat doen. Doe het, Sander. Je moet een keer toch op het goede uitkomen, toch? Ja. Oké, ik denk niet de entrance, want er gebeurt niks. Wat wil je weten? Ja, nee, ik zit vast, mogelijk. Je moet gewoon met die lift naar beneden. Helemaal naar beneden dan. Oh, ja, volgens mij gaat alles vanzelf. Nee, ik moest per se... Er staat een vlaggetje precies in het midden van de map, dus... Ja, maar ik dacht als je gewoon in die lift gaat staan en gewoon A blijft spammen, dat je er dan vanzelf komt. Nee. Moet ik tegen deze gast praten? Ik heb daar geen bewuste keuze gemaakt. Ik ben gewoon in die lift gaan staan en dan gewoon naar beneden gegaan, zeg maar. Dan heb ik iets verkeerd gedaan. Oké, ik ga terug naar de conversation area. Ik heb gewoon al 3 keer gemist. Oef. 4 keer. Ik heb ook wat gemist. Gemist wat ik moest doen. Oh! 5 keer. Oh, je kunt hier gewoon rondlopen. Misschien moet ik tegen mensen praten. Ik ga gewoon tegen al iedereen praten. Dat weet ik altijd. Ik mis alleen maar. Wat is dit? Pokémon. Hmm. Ultra Moon en Ultra Sun. Koenkelder. Ah, je moet naar Lumusinin lopen. Oh, je bent al naar beneden gegaan met de lift. Nee, dat was naar boom. Ja, naar boven, dat mag ook. Maar er stond een vlaggetje weer bij die lift. Dus ik denk, je moet naar onder of zo. Nee, want je hebt toch geen kaart daar? Jawel. Nee, je hebt alleen, zeg maar... Ja, er staat niks in beeld qua kaart, zeg maar. Wat? Volgens mij heb ik net echt een kaart gezien. Krokorok is dood. Nee, kijk maar eens op je onderste scherm. Er staat geen kaart, zeg maar. Zo net wel. Ik zweer je. Bruh. Ja, nu niet, omdat ik in een cutscene zit, maar... Er is geen kaart. Er is alleen maar een grijze achtergrond met een vlaggetje erin. Dat is geen kaart. Ik dacht al precies de Eva Foundation was, maar... Nee. Nou. Ja, dan heb ik gewoon schuifs gedaan. Had je meegekregen dat Krokker ook dood was? Ja. Hoe dat dan? Nou, ik werd gekild door een Conkelder die nu ook mijn... Nee, die ook mijn Solgaleo kilt. Wat een bullshit. Je Solgaleo... Ja, dat is kut. Wedden dat hij nu ook nog gaat healen? Altijd, die flikker. Doen ze altijd.
Oh, kut. Oh, ik ben ook fairy trouwens. Ja, ik hoezo doet dat zoveel damage? Heeft hij huge power of zo? What the fuck? Ik moet nu tegen die Ultra Beast vechten, denk ik. Ja. Oh, een Curlia. Wat een fucking ding. Wat er gebeurt dit? Oeh, de fans rose sharply. Ik heb daar niks voor, denk ik. Nou, fairy. Ik heb natuurlijk poison. Of is... Wacht, is poison super effective tegen fairy? Ja. Of andersom? Oké. Dan ga ik naar sproetje. Oh, nu heb ik nog steeds niet gecheckt of ik een leafstone had. Maar ja. Steel fairy, normal, firefighting, rock flying... Oh, hij is natuurlijk ook psychic, bedenk me nu. Dus ik kan wel acid gaan doen. Maar als hij een psychic move doet... Ik ga toch voor acid. Waarom ga je het risken als je al 4 Pokémon verloren hebt, redelijk recent? Ja, weet ik ook niet. Nee. Calm Mind, oeh, Attack Rose, nee, ik durf niet meer. Oké, wie heeft een Dark-type move? Hij heeft Bite, hij heeft Crunch. Crunch of... Crunch is beter. Misschien... Summary, Attack. Ja, zijn Attack is ook beter. Ja. Oké, ik heb mijn team weer bijgevuld. Dat is nice. Dus, zeker nice. Draining Kiss, oké. Okay. Oh, Dark is natuurlijk niet super effective omdat hij Dark is in een Fairy in deze game. Wauw, wat een bullshit. Waarom kan Curlia niet gewoon Psychic zijn, zoals hij hoort? Oké, ik denk wel dat we dit gaan... Oh, Defense... Wat? Oh, hij flat. Rip. Ik hoef hem niet eens te killen. Oké, dat scheelt weer. Ik denk dat ik hem sowieso wel dood had gehad, maar... Dat lijkt me echt kut als je een zieke legendary hebt. En dan... Dat ja, maar je kan hem toch niet in plaats van dat je hem... Ja, ik kan hem toch niet van. Nee, oké, maar dat je hem gewoon... Eerst een hele moeilijke battle moet en dan is hij op ja. 11 HP en dan gaat hij gewoon vliegen. Dat zou inderdaad wel zuur zijn, ja. Wacht, kon ik dan niet misschien gewoon runnen? Ik weet niet of runnen kan. Misschien had je dan gewoon kunnen runnen en dat... I mean, de Pokémon flat toch. Ja, ik weet niet of dat kan. Maar voor mij maakte dat niet uit, dat zo erg wat... bedreiging was nou ook weer niet, maar... Nee, bij mij was het een Lunatone, dat was ook niet zo boeiend. Nee, maar als je een Legendary hebt, dan kun je wel proberen te runnen. En dan zou ik wel mijn best doen. Misschien dat niet kan, maar... Nou, ik snap, het zouden van mij dit stukje er wel uit mogen doen op zich, die foundation. Ik vind het niet heel erg boeiend of zo. Oh, ik krijg een TM Sharpen. Yay. Ik krijg triple kick. Oh, krijg ik geen goede TM? Dat weet ik niet. Ik snap wel dat mensen zeggen dat Ultra Sun en Ultra Moon niet echt replayability hebben met al die cutscenes. Nee, precies. De eerste keer vond ik het ook helemaal niet zo erg. Maar nu heb ik echt zoiets van, ja gast, laat me gewoon de game spelen. Ja, precies.
Terwijl je deze game nog helemaal niet hebt gespeeld. Nee, oké, maar Sun and Moon wel. Ja, maar deze game is best wel anders dan Sun and Moon, toch? Ja, eigenlijk wel. Maar... ja, ik weet het ook niet. Ik vind het gewoon allemaal wat ik denk van ja, oké. Dit boeit me niet zoveel. Nee, precies. Ik snap wat je bedoelt hoor. Dat is ook omdat we een serie opnemen. Dat is ook anders ja, dan dat je het gewoon casual speelt. Ja, misschien wel. Oké, back. Even kijken. Items. Wat zijn dit? Nou, dit zijn gewoon items. Kan iemand maar even een makkelijke Pokémon geven die te verslaan is? Want dit is allemaal waardeloos. Ik wil gewoon even SOS hunten, zeg maar. Maar ik krijg elke keer een te sterke Pokémon, zeg maar. Ah. Nou, Thunderstone wel. Maar, en een Waterstone heb ik, maar... nou, dat wordt hem niet, dus. Nee, daar kan je weinig mee evolueren. Jammer. Oké, ik ben nu bij de volgende stad. Oh ik ja, ga nu als de je. Pokécenter in. Ja, oké. Okay. Wacht dan even met eruit gaan, want dan moet je meteen te gehouden, namelijk. Meteen. Ja. Oké. Okay. Skullbash, Needlearm. Oh, als. Ja, ik denk dat ik dat moet doen als dinges die kan. Wie? Als, hoe heet het? Weeping Bell die kan. Dat is wel een goeie. Wat Needlearm? Ja. Oké. Okay. Aan de andere kant, ik heb ook Spoor als die. Hè. Die is ook goed. Oké, okay, ik doe ze gewoon beide. Je kunt ze toch... ik bedenk me net, blijven je kunt gebruiken. Ze toch... 10 keer opnieuw gebruiken, zeg maar. Oneindig. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat kan je helemaal vergeten. Oké, Sproetje kan inderdaad niet warm. Dat is beter dan Finewood, toch? Kan ik ook ergens vergelijking zien? Ja. Ja, dat is beter. Nice. En dan ik denk Spoor... voor Poison Powder, omdat Spoor... 100% accuracy heeft. Volgens mij Poison Powder niet. Ah, oké. Ja, 75, dus dan doe ik liever dat. Kijk. Zullen wij de aflevering dan beëindigen? Of ben je nog niet klaar? Ja? Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond dit nou een leuke aflevering? En doe een duimpje omhoog. Vergeet van leuker dan voor. Voor jou wel, ja. Vind je Sander nou een coole jongen? Ga naar zijn kanaal en abonneer daar. Helaas ben ik vandaag 2 Pokémon's kwijtgeraakt. Maar we hebben natuurlijk weer 2 goede opvolgers. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.